What's up, guys? It's just over 4 o'clock in the morning. I've got invited to a radio show on a national radio station to talk about American comics. And Jay's joining me because we both know comics. But it's way too early. The show's gonna air at 6 in the morning. So that means that we had to get up just before 4 o'clock. After that, I'm gonna go on a little holiday to Zealand. I'm gonna spend a couple of days there with Raven, her husband, and Ronald for War Totem cosplay to play Dungeons and Dragons, and they are already there with Nicole. I'm joining them a day later because of this that I'm gonna do the radio show. Good thing is there won't be any traffic this early in the morning. See those bags under my eyes? Means I didn't sleep more than 4 hours. We're doing a little research. We're watching Justice League. It is ass o'clock. Are you excited? I am tired. Yes. Yes. We all are. But are you also excited? I am excited. Excited to see who would win. Yes. Batman or Iron Man? Obviously it's Iron Man, but I think it's cute that you think Batman will win. I think it's gonna be like extremely close. Yeah, I think they both wouldn't know what hit them. Except for a fist. A fist. To that face. To that face. I think if we're talking about the bleeding edge armor, I think it's gonna be really hard to take out Iron Man, considering it's nanotech and it's like inside Tony and he controls it with his mind. Yeah, but it's gonna be huh? A magnet. No, he is entirely resistant for EMP. EMP. Yeah, but a magnet. Yeah, a magnet is like a form of electromagnetic, like static. So it's not gonna happen. I'm just going to turn the camera from you. You know it's going to be close if it's the bleeding edge armor. It says a lot about Iron Man if he's wearing a different armor. Well, I think they both make good suits. Tony is a little more like focused on making suits than Batman is. Yep. And that's why I think, I mean, like, Batman made a lot of suits, like to fight Darkseid, and he had the Hellbat suit. Yeah. To fight Superman, and both lost against Superman and Darkseid. Yeah, but if he has the Justice Buster. Yes. Okay. Yeah, he could go against most of the Justice League, but then not Superman and Iron Man actually beat Thanos. He was the first person to wield the Infinity Gauntlet. Yeah, but okay. He's a human without any superpowers. Sure, yeah. But the Justice Buster. Yeah. Stopped. Yeah. Aquaman. Yeah. Flash. Yeah, but not a god. Green Lantern. Yeah, Wonder Woman. Wonder Woman, yeah. And Superman. Stopped them. It didn't. Okay, it didn't defeat them. Superman broke him in half. It says enough that it can stop all those people. Yeah. At the same time. Yeah. Yeah, of course. Okay. Well, this is a long discussion. Let's keep it for a radio show. We have nothing to tell if we go on like this. Yeah. I think we have valid points, and I respect it because I understand where you're coming from. I think it's going to be a battle that's very close. We're going to be in the studio like we're going to win. Fighting. Well, we've already had this conversation, so we're done fighting each other, never speaking to each other again after the debate. Fuck radio. Yeah, I'm out. Yeah, it's gonna be good. So, we're still excited, or are we angry at each other now? You ready? No. They're on air. Oh, let's shout. Nice. Comics. Scary. That's not scary. It's a little scary. Is this my 6 a.m. face? Damn.
Better? Yeah. No, still my face. Okay, so it's gonna be recorded for TV as well. Well, it's gonna be live on TV, actually. Is it really gonna be on TV? Yeah, it is. Oh, but it's the radio show. Yeah, it's the radio show on TV, so it's gonna be just us. I'm glad. There was another guy supposed to be there. And he slept through his alarm. Because apparently that's a thing people can do when they're going to go live on a radio show. Yeah, apparently. It's scary, guys. That's so scary. So, we are gonna be... I'm there. In that studio. But we're not gonna be, like, visible, I think. We're gonna be visible. I think we're gonna be visible. It's gonna die. All fun. It's just gonna be us two. It's gonna be tragic. It's gonna be us just debating, just like in a car. Like in the car. Yeah. We already had like our practice round. So why do you like comics? Because I have nothing better to do. In de studio heb ik liefhebbers van comics. En comics zijn op dit moment een extra hot item, omdat bijna elke comicfilm honderden miljoenen euro's oplevert. En dat is best wel bijzonder, omdat comics bestaan al bijna 100 jaar, denk ik, ondertussen. Maar, weet jij zo uit je hoofd, René, wanneer de eerste echte comic uitkwam? Rond net voor of net in de Tweede Wereldoorlog, zoiets. En wat was de main character in het begin? Volgens mij, als ik het goed heb, en dat weet ik dus niet 100% zeker, maar volgens mij is Superman wel de eerste echte comic. Ja. De echte superheld. Ja, vanuit Superman is zeg maar alles gegroeid. Oké. Op filmgebied Marvel echt leidend. Hè? Ja. Bijna elke film die ze uitbrengen wordt een mega succes. Ja. We hebben natuurlijk net Avengers Infinity War meegemaakt, deel 1. Black Panther, wat een heel groot succes is geweest. Ja. Wat is nou precies de key factor achter het succes van Marvel? Succes van Marvel. We hadden het er ook al over. Marvel is gewoon wat... Ja... kleurrijker, ja. wat optimistischer in dat perspectief, denk ik. Maar ook Iron Man, die toch echt wel heel duidelijk de baseline heeft neergezet voor de Marvel films 10 jaar geleden. Ja, want dat was inderdaad het geval. Toen, er is natuurlijk al eerder met Marvel films gewerkt, maar op het moment dat Iron Man uitkwam... Ja, dat was echt een doorbraak. Eigenlijk moet ik daar wel eventjes een klein kanttekeningetje bij maken, want daarvoor heb je nog de 3 Spider-Mans gehad. Ja. Met Tobey Maguire, die ook heel goed vielen. Ja, de films zelf waren heel goed. Ik ben niet zo weg van Tobey Maguire als Spider-Man. Dus, okay. Maar de films waren inderdaad over het algemeen erg goed. Maar de grote opmars van Marvel begon inderdaad met Iron Man. Ja. Hoe zit dat met de comics? Wat zijn de grote figuren in de comics? Ja, nog steeds Iron Man, Captain America, Thor... Spider-Man, absoluut Spider-Man. Ik denk dat dat een van de grote... Spider-Man is de comic-held die het meeste oplevert. Ja, ja? Dus nog steeds. Ja. Als in? Ja. Als in alle merchandise, alle comics, alle films, alles bij elkaar. Spider-Man, die verdient het meest. Nog steeds. Ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Die staat het dichtst bij de mensen, denk ik. Ja, het is een beetje Als een klein ventje denk je van, weet je wel, Spider-Man. Want het is ook een jonge die gewoon naar school gaat. En daarnaast dan Spider-Man is die voor de little guy altijd in problemen vecht. Problemen komt daardoor. Ja, maar absoluut. Dat is wat Marvel goed doet. Die pakken comic helden die niet alleen interessant zijn voor volwassenen, maar ook voornamelijk voor kinderen. Ja. Ja. En die van DC die zijn toch even wat duisterder. En dat spreekt volwassenen meer aan. Oké, ik niet als klein 8-jarige jochie. Toen las ik toen was je al een beetje Batman fan. Ja. Maar Marvel die pakt heel erg ook de kinderen. En hoe vaak loop je niet met je jongetje of met je zoontje of je dochtertje. En die ziet in een speelgoedwinkel iets van de Avengers of van Spider-Man. En die zegt van, dat wil ik hebben. Nou, ja. En dan zeg jij nee.
Jij gaat gewoon je Joker-outfit aantrekken. Ja, en, ik zit mijn neefje, die zit ik ook een beetje om te turnen naar Batman-fan. Ja, dus, lukt dat aardig? Nee, mijn broer die houdt niet van comics. Oké, maar je moet het ook wel heel erg opnemen tegen die Marvel-franchise. Disney heeft nou de rechten over Marvel. Dus dat scheelt ook wel. Dan pak je toch een heel groot, een breder publiek, denk ik. Maar wat is nou de grootste, voor jullie de grootste crime die ooit gecommit is? Joel Schumacher's Batman films. Ja, want? Die had tepels op het pak. Dat ten eerste. En die films die waren gewoon verschrikkelijk. Ja? All right, that was the radio show. It was not that long, but it was fun. And now it's off for me to Zealand. Still got to drive for 2 hours and 20 minutes.